Ja, mevrouw de voorzitter. Soumaya Salah, een veroordeeld terrorist van de Hofstadgroep, adviseert zo blijkt nu de VVD over de nationale veiligheid en loopt hier mogelijk vaker in dit gebouw rond, of bij de VVD of bij haar zus, die volgens berichten uit de media Kamerlid is voor D66. En ik vind dat schokkend. Ik stond zelf op de dodenlijst van de Hofstadgroep en niemand heeft mij ooit verteld iets over deze vrouw en haar zus en de mogelijkheid dat zij in dit gebouw rondloopt. Dus ik zou daarover graag een debat willen voeren met die minister-president, ook omdat hij mijn Kamervraag hierover eigenlijk niet heeft beantwoord door wat nietszeggende antwoorden te sturen. Dank u wel. Kijk of daar steun is. U heeft geen meerderheid. Nou, voorzitter, staat u mij toe dat ik kort reageer, want ik vind het echt ongelooflijk dat hier in dit gebouw naar alle waarschijnlijkheid gewoon een veroordeelde terrorist rondloopt. Een lid van de Hofstadgroep die, zoals u weet, een ander lid van de Hofstadgroep, Theo van Gogh, heeft vermoord. En die loopt hier waarschijnlijk in dit gebouw rond. Ik ben niet geïnformeerd, de anderen van de Kamer zijn niet geïnformeerd. En dan vraag ik om een debat en dan krijg ik dat niet. Ik vind het ongelooflijk, ik vind het ook acollegiaal. Ik vind het zelfs asociaal, maar ik zal de komende weken dan maar bij de debatten die we met de premier hebben over de regeringsverklaring of over de formatie, word ik dan gedwongen om het daar ter discussie te stellen. Ik zal het wel doen, het moet besproken worden in de openbaarheid en dat zal ook gaan gebeuren. Dank u wel, meneer Wilders.